Deze nieuwsuitzending valt in het kader Nederlandse drek. En drek, dat spel je Dirk, Richard, Eduard, Karel. Drek, wat is dat dan eigenlijk? Wat lijkt op drek? Nou, braaksel is drek, denk ik. Koeienstront is ook drek. Dit is drek van de Vrije Protestantse radioomroep die bij deze door Perry Franciscus Martinus Winkel, geboren te servicenummer, dat was een grapje, geboren met servicenummer 059-668-301, die mensen heten voortaan de VKRO. De Vrije Kostelijke, nee, de VKKRO. De Vrije Kostelijke Katholieke Radioomroep. En waarom? Nou, luister maar even. Je weet niet wat je meemaakt. Wat? Details. Hij pakte me vast. Hij drukt me tegen de muur, kust me vol op mijn mond. Oh. Kijk, dat noem ik katholicisme. Hè? Dat we ook goed weten dat volgens die katholieken, die vrouwen zijn alleen maar bezig met dit soort dingen. Hij drukte me tegen de muur en kuste mij vol op de mond. Nee, nu krijg ik een stijve leuter in mijn broek, zeg. Kan niet goed zoenen? Zacht en hard tegelijkertijd. Zacht en hard tegelijkertijd. Dit is precies de katholieken. De katholieken zeggen van ja, wij zijn de katholieken, de katholieken. Wij zijn hier om de kinderen te helpen. Ja, maar wel op een harde manier, hè, meneer de katholiek. En jij VPRO-kijker, doe het lekker mee, hè. Kijk maar naar Torres C. Alsof hij me op wilde eten. Hoe smaakt hij? Naar mannelijkheid, naar kerels. Wat is dat dan? Hele goede koffie, Italiaans. Proef het nog. Echt waar? Dat proef je nog? Maar wat dan? Dat zijn olieplatforms, stoomtankers, asfalt, nog heet van de zon. Geoliede lichamen, zout, zweet, seks. Ja, je proeft gewoon seks. Oké, ik ga nu even ingrijpen. Hier staat in de ondertitel, ja, je proeft gewoon, puntje, 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 seks, puntje, puntje, puntje. Overbodig Nederlands taalgebruik. De Vrije Protestantse Omroep, dat zijn helemaal geen protestanten, dat zijn vermomde katholieken en die noemen zichzelf vrij protestants. Ja, maar dit soort gore drek. Wat is dit nou weer? Twee vrouwen die me gaan. Gadverdamme. Ja, ik ben heel blij dat ik al een hele tijd geen kijk- en luistergeld meer betaal. Maar voor dit soort bullcrap. Twee vrouwen van tegen de 40 die elkaar gaan lopen aflebberen. Hé, hey, Lesbos, dat ging toch over lekkere jonge dingen van een jaar of 18? Even gewoon, ja. Meer Torres C? Kijk het hele archief op het YouTube-kanaal van Torres C. Ja, ik ga dat morgen gelijk doen en dan ga ik ze ook gelijk weer opnieuw afzeiken. Is dat voor mij? Denken die homo's wel niet. Waar slaat het op? Om jezelf protestant te noemen. Is dit protestantisme? Ik dacht het even niet. Dit is katholicisme. De katholieke kerk met de paus, je kent hem wel, Jorge Mario Bergoglio uit Argentinië. Die heeft erop toegezien dat 105 van zijn medewerkers, die werden, ja, sommigen werden gelijk vermoord en die anderen werden even de, ja, hoe noem je dat, op zijn katholieks. Maar die werden verkracht. Vergewaltigd. Wat is vergewaltigd op zijn Argentijns? Die wijfjes eerst lekker kapot neuken en dan kapot maken. En die kerels even martelen en dan kapot maken. Leef je maar uit. Dat is de katholieke kutkerk.
met een homoseks. Nee, daar word ik echt geil van hoor. Lang leven het vrije protestantisme. Wat gelijk staat aan katholicisme. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En omdat dit een humoristische uitzending was, neem ik niet op zijn officiële afscheid. Nee, dat ga ik helemaal niet doen. Ben jij maf? Ik hou niet van officieel. Ha, 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 ha. Doei.